De geliefde Ted uit het vorige seizoen van B&B Vol Liefde is allesbehalve van plan om het rustig aan te doen op haar oude dag. Zonder man aan haar zijde heeft ze nog tal van avontuurlijke plannen in petto. Terwijl we ons voorbereiden op het spannende derde seizoen van B&B Vol Liefde dat maandag van start gaat, is het heerlijk om nog even bij oude favorieten zoals Ted in te checken. Deze krachtige Nederlandse dame runt een B&B in het prachtige Madeira en heeft vorig seizoen laten zien dat ze voor zichzelf opkomt en niet met zich laat zollen. Haar vastberadenheid is onverminderd. In een interview met RTL Boulevard heeft Ted duidelijk gemaakt dat ze absoluut niet van plan is om met een tropisch drankje bij het zwembad te gaan zitten. Dat idee doet haar gruwelen. In Madeira liet ze vol trots het stuk grond zien waar binnenkort haar nieuwe B&B en huis zullen verrijzen. Over 2 weken is het zover en ze kan haar enthousiasme nauwelijks verbergen. Ik ben ontzettend blij dat ik dit eindelijk aan iedereen kan laten zien, aldus de 68-jarige Ted. Het perceel biedt een adembenemend uitzicht op zee en Ted vergeet ook zeker niet om goed voor zichzelf te zorgen. De laatste slaapkamer met zeezicht is voor mams, hè? Daarnaast kan ze straks direct vanuit haar slaapkamer het zwembad induiken, dat natuurlijk ook bedoeld is voor de toekomstige gasten van haar B&B. Ze begint eerst met de bouw van haar huis en daarna pas met de B&B. Toen haar werd gevraagd hoe lang ze nog wil blijven werken, reageerde Ted enigszins geprikkeld. Oh, dat zijn brutale vragen. Dat weet ik niet. Als ik ooit nog een leuke kerel vind die me kan helpen, kan ik gewoon lekker gastvrouw spelen. Er leek onlangs even sprake te zijn van een nieuwe man in haar leven, maar dat bleek uiteindelijk op een groot misverstand te berusten.